Mediamiljardair John de Mol heeft tijdens een informeel gesprek met Amerika-kenner Raymond Mens zijn bezorgdheid geuit over de leeftijd van de Amerikaanse president Joe Biden, 81. Hoewel de politieke overtuigingen van de Mol niet bekend zijn, is hij van mening dat Biden te oud wordt voor het presidentschap en dat het tijd is voor nieuw leiderschap. Een onverwachte ontmoeting. Raymond Mens onthult in de podcast De Comunicados dat hij slechts één keer met John de Mol heeft gesproken. Dit gebeurde achter de schermen van het programma Vandaag Insight, waar de Mol aanwezig was met Marco Lauwerens, de programmadirecteur. Na de uitzending keerde Mens terug naar de visagieruimte, waar hij de Mol tegenkwam. Een hartelijke kennismaking. Mens beschrijft hoe de Mol hem verraste met een begroeting: "Heer Raymond, leuk je te ontmoeten. Ik ben John." Mens vond dit aangenaam, zei het onverwacht. Hij vertelt verder: "Ik wist niet dat hij daar was, dus het was een onverwachte ontmoeting terwijl ik op zoek was naar een warme handdoek. Het was apart om te beseffen dat hij wist wie ik was." Een ontspannen gesprek over Amerika. Mens en de Mol keken samen met Lauwerens naar de uitzending op een klein tv-scherm in de visagieruimte. Daarna voerden ze een ontspannen gesprek over Amerika. Tijdens dit gesprek uitte de Mol zijn zorgen over de leeftijd van Joe Biden. Mens beaamde dat de jaren beginnen te tellen en dat er behoefte is aan vernieuwing binnen de Amerikaanse politiek. Geen voorkeur voor kandidaten. Hoewel de Mol zijn politieke voorkeur niet kenbaar maakte, had Mens niet het idee dat hij een voorkeur had voor een van de kandidaten. Ze bespraken dit onderwerp niet uitvoerig. Mens denkt echter dat de Mol verbaasd is dat er geen opvolger binnen de partij klaarstaat om het stokje van Biden over te nemen.